Bedankt voor het klikken op deze video. Wij zijn een van de eerste. Ik ben een van de eerste dat deze collector's edition in ontvanging heeft kunnen nemen vanmorgen. Dus ja, bekijk de video. Dit is wat er allemaal in zit, zoals ik op de foto kan zien. Pauzeren als je wil. Veel plezier. Ah ja, hallo beste kijkers. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Oké, okay, kom. Kom hierbij, kom hierbij. We gaan dat samen open doen met mijn lichtjes. Heb jij wel kijkers? 64 abonnees op 63. Toch iets, hè? Ja. Ah ja, deze is Assassin's Creed Origins Collector's Edition. Op 27 oktober komt die uit. Vandaag 25 oktober, dus ik heb die 2 dagen eerder ontvangen. Omdat hij speciaal is. Ja, ik heb een speciale editie en ik ben gewoon speciaal. Dus. Daar. Zakjes. Oh, wacht even de rekening. Collector's shop. Nee. Doe maar open. Voorzichtig. Wow. Oh nice, gold edition en al. Putain, ik heb dat al op de pc moeten bestellen. Wow, dat is echt super. Putain, ik heb dat op de pc moeten bestellen. Ik heb dat PlayStation besteld. Ik heb dat maar ik kreeg het al op pc, gratis, omdat ik een computer had gekocht. En ik dacht van, oh, dat nog eens kopen. Dat is zo dom. Wacht hè, dan ga ik het iets dichter laten zien. Maar het is niet allemaal Isamo. Nee, zot. Dus we hebben hier de Gold Edition. Een steelboek. Ik weet niet wat erin zit. Ik heb gewoon blind besteld. Een soundtrack. Ja, de nummers op. Dat is zo de muziek. Een map. Wat doe jij, Jolien? Jolien, je bent raar. Jolien, stop ermee! Ubisoft Store Exclusive. Ah ja, deze exclusief in de winkel van Ubisoft. Dan. Ismo! Ja, wacht. Grote blok hoor. Kan je dat Ismo hebben? Ja. Nee, dat is vies. Breken! Nee, niet doen. Oké, mag ik dat op jou breken? Nee. Ja! Oh. Auw. Nee, niet meer breken. Ja, ja, ja. En maak je met die hond. Super hard. Oké, wacht hè. Help eens. Ik heb jullie wel uitgenodigd. Kom jij ook eens in camera? Zeg. Wat voor ja, ik. Ja, je bent kleiner dan de doos. Oké. Hé, kan ik er ook mee omdraaien? Wel voorzichtig zijn. Mag jij ook die. Gaat hier van onder vast, Jolien. Jolien, weer hier. En ik, oh. Ja, ja, allebei een beetje mee van onder vast. Trek maar, trek maar. Ja, kijk, Jolien heeft het weer eens gedaan, hè. Ze breekt de plastic. Trek maar, trek maar. Jolien, hè. Altijd hetzelfde met die rare mensen. Ja. Ja, hij is toch raar, kijk. Ja, kijk mijn lelijk hoofd. Oh. Ja, kijk, Sander, ik heb een oplossing. Hoppakee. Hier is nog gezicht op tekenen. Oh nee, dan is het nog lelijk. Ja, dat is niet jij bent lelijk. Smart te lachen. Nee, nee, echt waar. En ik lelijk. Nee, sorry te lachen. Oh nee, je hebt het plastic gebroken. Ja, sorry dat ik de baas ben van deze collector's editie. Oh my god. Ik heb het betaald. Kijk eens, kijk eens. Ja, wat? Wacht, pak de camera, Celine. Oef, oef. Ja, pak die maar. Hey, coole kijker, kijk je niet? Wow, grote schoen. Dat is geen schoen. Ja, doe maar een beetje zo naar rechter, zo dat alles wordt. Of ja, zo perfect. Oh, joh. Oh, hier zit nog iets in. Maar wat zal het zijn? Oh, een artboek. Echt, hè? Hoeveel heeft dat gekost? 160. Zo weinig. Zijnig, hè? Min 20%. Wow! Wow, je is graaf.
Ik ga niet liegen, deze is een van mijn mooiste collector's edities. Niet liegen. Wow, je kijk. Wow, super en dan cool. Deze nog een translate boekje, denk ik. Ik weet niet. Oh, dat is super mooi. Dat lijkt een beetje op een kaart. Ja, zo, een kaart waar je vertalingen van vroeger uit kunt halen. Hè. Ja. Deze slide stop ik al terug. Zo cool. Ik ga niet liegen. Deze... Ubisoft doet altijd creatief mee, collector's editie. Altijd. Oké, we gaan nu even... Een mooie piramide. Ja, ik weet het. Laat die maar zien, als je wilt. Dat is echt een mooie piramide. Oké. De plastic mag uit de weg, deze mag uit de weg. Oké, nemen we dat zo. Wat doet die ding daar? Zijn die schoenen nog aan? Ah, nee. Okay. Nee, ik heb geen schoenen bij. Nee, ik heb die wel aan. Maar... Kijk hoeveel pitjes dat erin zitten voor de vest te houden. Ik weet nog dat kei moeilijk is. Wist je dat je deze manneke, dat je nu ziet, op levensgrootte, of toch zo groot als Jasmin kon kopen voor 800 euro? Zo ik weet het. Ik wou dat, maar ik had geen werk in de vakantie. Dus ik kan dat niet betalen. Maar ja, vanaf volgende week ga je mijn kool uitwerken. Ja, oh, kijk, daar hangt weer tape aan. Waar is mijn mes? Oh, dat is niet erg. Nee, dat is niet erg. Daarom komt dat niet los. Wow, het misnijkt. Snijdt snel in plakte. Een katapult. Een beetje uit de weg. Een chickspoppetje. Een katapult, dat is een pijl en boog. Pijl en boog. Dat wou ik niet zeggen. Ja. Wat is dit, een schoen? Ja, Jolien is dom. Ja, ik dacht dat wel een keer. Nee, 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 een hoed. Nee, dat is een... Een steen. We gaan dat wel zien met dat. Een rots. En wat is dat? Dat is een amulet. Ah, dat is een amulet. Amulet. Dat had ik wel gezien. Oh, dat is cool. En een vogel. Arend. Ja, nou. Ik wil graag die grote schoen, alstublieft. Sorry, dat is een maat niet. Iets te groot. Die van Jasmin is nog veel kleiner. Nee. Help eens. Jasmin. Okay. Trek eens naar beneden een beetje. Rustig, hè? Voorzichtig wel. Hè? Een grote schoen. Wow. Oké, wacht. Hè. Een schoen. Een rots is daar. Een rots. Het amulet ziet er heel cool uit. Dat lijkt mij echt wel leuk. Zo'n hele speelset. Hè? Om spelletjes mee te spelen. Maar het interessantste is... De Ismo... Nee. Ja, dat is heel interessant. Ja, de Ismo unboxing. Ah, zie, dat is gewoon een omgevallen zuil. Zuil? Een zuil, ken je dat? Een zuil? Nee, wacht, ik ga... Oh god, kijk hoe gedetailleerd. Wat is dit? Een zuil, ken je dat niet? Dat is zo die palen, dat grote Griekse gebouwen. Ah, die witte. Zoiets. En dat is een amulet, dat is... Oh my god, de schedel van Arend. Oh my god. Mag ik dat aanraken? Ik ga het direct openen. Yes. Eerst 1 voor 1. En nu gaan we dat heel even op. Na lang sukkelen hebben we het in elkaar gekregen. Het is echt wel lastig. Dus voor mensen dat kijken. Hier moet de pijl tussen. En deze zou eigenlijk in deze gaatjes hier moeten waar hij het vast heeft. Maar dat is eigenlijk niet mogelijk, want dan plooi je die. En ja, dat is uw eigen keus, maar ik denk dat die na een tijd dan gaan breken. En dat zou ik ook niet willen voor mij. Dus ik heb ze er gewoon losgehangen, maar ze blijven hangen tot nu toe. Dan gaan we verder met amulet. Die gaan we nu uitpakken. Dat is gemaakt van kunsthars, denk ik. Misschien. Kunsthars is een veel duurder materiaal. Maar blijf zeker kijken. Dan plastic. Maar, ja, moet je dat zeggen, wat gewoon. En het kostte heel duur, hoor. Niet heel duur, maar toch wel veel. Ja. Oh ja. Een amulet. Niet de eerste keer dat Ubisoft deze taal gebruikt. Far Cry 4. Oh, dat is zacht. En als je dat dan wilt aandoen, zo. Oh my gosh. Maar... Dat is mooi. En zo. Mag ik ook eens kijken? Dat is super tof. Zo. Wacht, ik ga een beetje achteruit om... Ja, doe jouw hand. Deze is wel voor mij.
Dat is toch mooi? Wacht, hè. Ja, hoe moet dat dan gangen worden? Omgedraaid. Het is een vogel. Ah ja, nee, wacht, hè. Ik heb het juist aan. Ik moet het gewoon zo hangen. Zo. Voilà. Ik zie niks. Een vogel. Nice. Dat was de collector's editie. Ah, nee. Nope. Toch nog niet. Nope. We moeten deze nog open doen. We moeten deze nog open doen. Wacht, ik ga hem even breken of niet? Ah, die heb ik op film. Weet je zeker? Ja. Wie loop je zo. Kijk wel uit, hè, dat je niet daar hebt, want dan gaat dat zo naar te vallen. Maar ik ben niet slapen, hè. Nee, maar dan nog gewoon als jij drukt op hier en dan gaat het aanvallen. Maar wat als ik nu hier ga zitten? Dan niet, maar nee, ik kom nog niet zitten. Maar... We zijn aan het uitpakken. Ja, kijk. Jullie verpesten de video. Ja, maar jij ook, want jij filmt, dan is alles slecht. Nee, grapje. Deze is de Gold Edition. Mag het bevat de Season Pass met 2 grote expansies en een deluxe pack. Lekker. Spijtig dat ik die niet op PC heb besteld, want ik kreeg die hele PC gratis en voor niks, maar dat is een gewone editie. Dikke pig, Xander. Redeem your audio. What the fuck is een audio pack? Hey, niet die code laten zien, hè, zot. Nee, ik ben daar aan het laten zien. Ja, ik ga die code wegpakken. Ja, de rest ga ik niet. Of wacht, kijk eens naar die code. Kijk maar. Dat maakt me echt niet uit. Deze, de Season Pass, deze deluxe pack. Ik ga die speed toch al ingeven voor dat de video online staat. Dan boekje en de disc. En ik kan deze vanavond al spelen. Ik ga die waarschijnlijk wel livestreamen dan, denk ik. Want ja, als ik hem al kan spelen, is een grote primeur. Maar... Bedankt voor het kijken, dames en heren. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik hoop dat jullie terugkeren naar mijn kanaal. Vergeet niet te subscriben, dat je nu links of rechts van je kunt doen. Maakt niet uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!